De Held Shaku is een degelijke laars met een hele gemakkelijke instap. Volledig waterdicht en geschikt om het hele jaar door te dragen. Ik ben Mark van Motorkledingcenter TV en dit is een review van de Held Shaku, beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Held Shaku is speciaal gemaakt voor de mensen die rijden op een tourmotor. Rij je woon-werkverkeer, rij je dagelijks en verwacht je veel van je motorlaars, dan is dit een hele goede laars. In combinatie voor mensen die met een brede wreef of met een brede kuit te maken hebben, is deze laars eigenlijk voor iedereen geschikt. Hij is gemaakt om het hele jaar door te gebruiken. Vrij dikke voering zit erin en er zit een ademend membraan in, waardoor hij in de zomer ook nog eens goed je vocht, je transpiratie en je hitte kwijt kan. Wil je hem in de winter dragen, zou je eventueel zelfs nog met een dikke paar sokken erin kunnen. Hij is gemaakt van heel erg soepel en slijtvast volnerf rundleer. En we zien dat hij op verschillende plaatsen nog is ingezet met extra leer voor nog meer slijtvastheid. Naast dat deze laars is gemaakt van slijtvast leer, is die ook nog voorzien van protectie. Aan de voorkant van de voet zien we een neusbeschermer. Achter het slijtvaste leer zit een kunststof kap die de hele voorkant van de voet beschermt. Aan de achterkant is die ook voorzien van een hielbeschermer. En we zien dat het leer hier wat omhoog is getrokken voor extra slijtvastheid. En dat maakt de laars ook wat duurzamer. Op de enkels achter het leer standaard een hielprotector of een enkelprotector. En ook aan de binnenkant zo'nzelfde protector. We zien dat hij door wat stiksels en wat 3D-achtige patronen toch wel een wat meer speelsere uitstraling krijgt. Waardoor deze laars bijvoorbeeld bij een naked biker ook heel erg goed zou passen. De zool is gemaakt van olie- en benzinebestendig materiaal. En doordat hij is voorzien van heel veel profiel, heeft hij ook bij wat vochtiger en nat wegdek heel erg goed grip. Qua slijders zien we dat de laars niet echt voorzien is van kunststofslijders, maar zien we wel dat de zool op verschillende plaatsen wat is opgetrokken voor extra slijtvastheid. Dus mocht je nou wat sportiever door de bocht heen gaan en met de zijkant de grond raken, dan heb je met dit rubber wat extra slijtvastheid. Waardoor deze laars bijzonder is, is omdat hij een dubbele sluiting heeft. Er zit een dubbele rits op, die aan beide kanten naar beneden kan. Waardoor je een hele toegankelijke en makkelijke instap krijgt in deze laars. We hebben dus voor mensen met een brede wreef, heb je hier geen probleem om deze laars in te komen. En heb je dan ook nog bredere kuiten, kunnen we aan de achterkant deze flap ook nog openmaken en wat meer ruimte geven. Op deze manier heb je, als je brede kuiten hebt en een brede wreef, ook bij deze laars een goede instap. Je rits beide ritsjes omhoog. En als we dan de klittenbandflap eroverheen doen, is dat een extra beveiliging die ervoor zorgt dat als je onderuit gaat, dat die laars uit zichzelf of de rits uit zichzelf niet open kan schieten. We zien aan de bovenkant ook nog een schakelpad, die verhoogt natuurlijk de duurzaamheid van de laars. En aan de achterkant is die voorzien van accordion stretch, wat ook op de voorkant van de voet zit en dat geeft het wat extra bewegingsvrijheid. Naast al deze protectie zit er ook een kunststofstrip in de laars die ervoor zorgt dat je alleen de voorkant van de voet kan afwikkelen, maar waarmee je niet je voet kan verdraaien mocht er iets gebeuren. Zoals ik al zei in het begin is deze laars voorzien van een waterdicht en ademend membraan. Dat wil zeggen dat er geen water door de laars heen kan, maar dat je vocht en je transpiratie wel via de laars naar buiten kan. Dit zorgt dus voor dat je hem zeker boven de 20-25 graden prima kan dragen, maar dat als het flink regent je voeten ook volledig droog blijven. Daarnaast is de Shaku aan de binnenkant voorzien van een hele zachte voering. Voelt heel comfortabel aan. Dus ook als je wat dunnere sokjes erin draagt, kun je deze laars prima dragen. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorkledingcenter doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor u de ideale maat motorlaars is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Motorkledingcenter TV en ik bedank u voor het kijken.